allereerst proficiat natuurlijk. Ja, het was wel een mooie overwinning erbij. Ja, tuurlijk. Het is altijd natuurlijk mooi om te winnen. Maar het is nog veel leuker om even thuis te komen dan een zware week geweest. Maar al lekker dat je dan gewonnen hebt, geeft een goed gevoel. Goed gevoel voor de andere toernooi van het rest van het jaar. Maar eerst nog even lekker uitrusten. Heb je nog wel geslapen vannacht? Nee, eigenlijk niet. Dus kun je wel zien toch, denk ik. Het was in ieder geval een heel spannende finale gisteren. Ja, het was ook spannend. Maar wat ik net ook al zeg, het is mooi dat het is geweest. En nu dat je dan thuis komt, dan wil je lekker even van genieten. En dat ga ik ook zeker even doen. En het was ook gewoon belangrijk om weer een keer te winnen. Dus altijd natuurlijk mooi. En vanaf nu alle pijlen op het WK, neem ik aan? Nee, ik heb veel te veel toernooi nog van tevoren. En te makkelijk om er zomaar overheen te lopen en te denken van ja, dat kan wel. En je moet gewoon concentreren bij ieder toernooi. De WK is toch zo ver weg. Nou, valt me wel op. Je hebt £125.000 gewonnen, als ik me niet vergis. En je komt gewoon aan met Ryanair hier. Ja, maar maakt niet uit. Ik kom van A naar B. Hè. Je vliegt geen KLM naartoe, hoor. Ja. Snap je? Ik kan er ook niks aan doen. En wat je ook verdient, het gaat niet om wat je verdient op het toernooi. Het gaat erom dat je de titel wint en dat is veel belangrijker. Nog geen tijd voor Michael van Gerwen privé yet? Nee, dat is een slappe klets wat je nou zit te vertellen, is het niet. Dat is goed. Groetjes, hè.